Ja, misschien herkennen jullie dit wel. Dit is filmen met een iPhone, voor het eerst. Dus waar zit die lens? Daar. Hi. Dit is de eerste keer dat ik weer eens film in Den Haag. Het is een jaar geleden dat ik met Ali en Sascha hier was. Heb ik die sketch gemaakt, Moogle Gap, samen met Mert en met Mitchell. Natuurlijk met Ali en Sascha. En ik loop eigenlijk op precies dezelfde plek. Waarom loop ik hier s'nachts alleen? Nou, dat heeft te maken met dat Ali nog eventjes cadeautjes gaat doen en zo. Ik heb helemaal geen cadeautjes. Ik krijg geen cadeautje. Ik heb net alsnog, ja, kerst gevierd. Zeker weten. Ik heb lekker aan de thee en aan de hapjes gezeten en zo. Bij Ali. En dat was eigenlijk super vet. Niet echt de persoon van wie ik dacht van, daar ga ik gewoon kerst vieren. Maar ja, het was gewoon toevallig zo. En ik vond het eigenlijk wel heel aardig dat ik uitgenodigd was. En ik kan ook de tram heet dat volgens mij in Den Haag. En die mensen zullen denken, wat de fuck is je aan het doen? Met een iPhone. Wauw. Op zich is dat voor een camera in een mobiel nog best wel mooi hier. Gewoon een beetje mooi rood licht, net alsof ik filters gebruik. Dat is een grapje naar Ali. Ik ga nou even lekker naar Ali's huisje terug. Dat is 10 minuutjes lopen ongeveer hier door Den Haag heen. Morgen ga ik naar Dionnetje 1990 toe. Dat vind ik leuk, want die heb ik ook al 3-4 weken niet gezien. Ik ga een gitaar brengen. Ik ga haar nummerbord, waar Dionnetje 1990 op staat, die ga ik ook brengen. En we gaan even wisselen van hand. Dat is wel wat fijner. Ik moet even stoppen voor een stoplicht namelijk, vandaar. Dus ik ben wel heel dichtbij zo. Ik steek gewoon op. Oh, illegaal. Maar niet allemaal live. Aangereden wordt, dat is het best wel episch. Er zijn gewoon supermarkten, die zijn gewoon open hier in Den Haag. Het is geweldig. Nice. Oh ja, Dionne, daar ging ik heen. En dan ga ik ook nog even misschien een kort vlogje opnemen. Waarom? Omdat het kan. Standaard. Leuk jasje heb ik, hè? Kijk, heb ik van Remy gejat. Ik was naar Den Haag gegaan in de veronderstelling dat ik geen jas nodig had. En toen werd ik in één keer uitgenodigd van, kom ook gezellig met kerstavond naar ons toe. Door Ali. En toen dacht ik van ja. En toen dacht ik van koud. En toen dacht ik van ik pak gewoon een jas. Dus. Heel misschien Justine vanavond. Ik weet het nog niet. Nee, doe maar niet. Want dat is in iemand anders huis. En ik weet niet wat dat was. Ik ga er gewoon mee kappen. Want ik heb eigenlijk helemaal niets te melden. Behalve dat ik in Den Haag loop. En dat vind ik zo speciaal. Dat vind ik zo mooi. Het de Haag gebeuren, je weet zelf, joh. Zo, moet je kijken, joh, wat een mooi. Wow, wat is dat een tram? Dat was geen Haagse accent volgens mij, hè? Stel dat je Haagenezen die met elkaar slaat omdat ik ze nadoen. Cool. Het is hier mooi, alleen je ziet het niet, want het schudt zo. Oh. Oké, 3 minuten nog wat. Ik vind het echt helemaal best zo. Ik zeg, schattig dadeltjes, een hele prettige kerst. Ik heb het al gezegd op mijn hoofdkanaal. 29e is de party bij mij, eindelijk ja. Ik heb al 25 man uitgenodigd. Pff, dat wordt druk. 50% vrouwen trouwens, dat valt me eigenlijk best mee. Ik had gedacht dat er alleen maar jongens zouden komen en zo. Maar er komen gewoon serieus vrouwen. Leuk, gezellig, komt goed. Dus, ik ga het knopje uitzoeken, drukken, uitzetten, vinden, zoeken. Want ik heb nog nooit eerder met mijn iPhone gefilmd. Ik ga hem zelfs uploaden vanaf mijn iPhone. Eens kijken of dat werkt. Ik denk het wel. Ik zie jullie schattige duimpjes later. Met een vertraging, want ik moet nou het knopje vinden om uit te doen. Tot ziens.